kennis te maken met het gebied wat vroeger als Marienhagen bekend stond en nu als Domus Dela bekend wordt. De mooiste plek vind ik de kapel. Die is van formaat en qua vorm echt een prachtige plek. Uniek denk ik in Eindhoven. En mijn lievelingsplek vind ik toch eigenlijk wel de knoop. De plek die eigenlijk alle gebouwen die vroeger los stonden aan elkaar verbinden. En daarmee een nieuw hart maakt voor Domus Dela. De opening staat gepland voor 8 november. Dat is best snel. Er moet ook best wel veel gebeuren nog tot die tijd. Maar alle plannen zijn erop gericht om de komende paar weken echt bijna alles af te krijgen. Waardoor ruim voor 8 november de eerste gasten zouden kunnen ontvangen in Domus Dela. Ik vind het geweldig voor de omgeving dat het zo'n pand behouden blijft. Het is een markant pand in de stad, rondom de stad, met een hoop groen. En ik vind het geweldig dat de Dela geld voor vrijmaakt en om het toch een invulling te geven dat het bewaard blijft voor de toekomst. Ja, wat mij heel erg aanspreekt is eigenlijk het nieuwe, het heel moderne en het strakke met het originele, dat contrast en hoe daar vorm aan is gegeven, vind ik wel heel mooi. Wat ik heel erg mooi vind is dat het echt beschikbaar wordt gemaakt voor iedereen. Voor iedereen binnen de gemeenschap, die krijgt hier gewoon zijn eigen plekje en ja, het is gewoon heel erg af te stijlen naar je eigen manier eigenlijk. Ik denk echt dat het een hele mooie locatie is om te trouwen. En als je dat verder denkt, dan denk ik eigenlijk ook nog een hele mooie buitentuin bij. Dus je kunt hier zoveel combineren ook om er echt een totaal iets van te maken, een totaal plaatje neer te zetten. Ik denk dat het gewoon schitterend is. Ja.